slaat het ook uit. Ja, ja. 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 Oh, yeah.
Andere mensen, die hebben een hele avond vergadering. En
we moesten eigenlijk een prins hebben, maar dat werd, in de late uren werd dat dan beslist onder een borreltje. Want op slot zei Nick, nou, als jullie er toch niet uitkomen kinderen, dan doe ik het eerste jaar wel. En Nick Scouten, de goudkorrel zoals ze algemeen bekend hier in Wettenbezoom, die was de eerste prins hier in Wettenbezoom. Toen is er een bijeenkomst geweest van café mensen en die zeiden dit is nog niet helemaal compleet. En toen is er hier een vergadering belegd en toen kwamen er allemaal nieuwe leden en toen hadden we een zeer grote vereniging en toen zijn de optochten begonnen. En ik weet nog wel dat er een jaar of 6, 7 zijn er heel verschrikkelijke grote mooie optochten geweest. Maar sinds dat dien dat eigenlijk weer verdween, ging ook de carnaval eigenlijk een beetje terug. Dat vond ik eigenlijk erg jammer. En ik ben zwart 72, dus ja, ik heb geen zin meer om de kar te trekken. Maar het mocht er onder u zijn die nog wel interesse hebben om dat even op te... Dan zou ik zeggen, dat mag toch niet verloren gaan. Ik dank u wel. Ja.